Wat gaan we nu doen? We gaan dus het volgende onderdeel maken. En dat is die header hier. Een header is eigenlijk gewoon heel, heel makkelijk in HTML5. Je kunt gewoon header typen. Dus als je hier die container hebt, ik zet hem even onder die container neer. Oh, en dat is trouwens nog iets wat ik was vergeten. Wat ik iedereen kan aanbevelen is, gebruik ook met het intappen van je blokken. En dan denk je van, waar heeft die gast het over? Nou, ik zal het even laten zien. Je selecteert gewoon een vlak. Dit is dus je body, die opent hier en die sluit hier. En dit is dus een div die hier tussen staat. Nou, als je dus een beetje het overzichtelijk wil houden, laat je die div intappen. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je gewoon ook letterlijk met tab. Dat is, zit boven je caps lock op je toetsenbord. En dan springt hij dus één keer naar rechts. Heb je nou te enthousiast getapt, heb je twee keer getapt, kun je ook met shift tab hem weer terugkrijgen. Dus dan gaat hij weer naar links. En zo zie je dus een beetje hoe de hiërarchie is van die elementen. Dus je ziet nu al meteen, deze die staat hier tussen. Nou, dat zou je dus ook met die tekst kunnen doen. Nou, die tekst die staat dus hier tussen. Dus die moet één keer ingetapt worden. Dus tussen dit en dit staat die in. En hier tussen wil ik dus ook die header neer gaan zetten. Dus ik ga hier dus een nieuw element typen. Dat heet header. En je ziet ook al dat Dreamweaver hem header herkent. Dus die kun je ook gewoon selecteren. Die sluit ik af. Dus die maak ik ook weer met een slash header af. En ja, dat is het eerste gedeelte eigenlijk. Dat is de bovenkant. Nou, de inhoud die daaronder komt te staan, dat is dus dit gedeelte helemaal. Dus vanaf hier tot en met hier. Daar ga ik nog niks mee doen. Ik ga nu eerst de footer maken, want we hebben nu de header gemaakt. Dat is dus deze eigenlijk container, zullen we zeggen. En nu gaan we deze container maken. De footer, dus de onderkant. Even kijken. Oké, even zoeken. Dat wordt dan ook een div. Even kijken, zo. Zo. Oh, slash. En die ga ik hier dus eventjes aanmaken. Stijl. Dus we hebben onze container. We hebben die header. Maar die hebben we eigenlijk nog niet echt benoemd in de stylesheet. Maar daar kom ik nog straks op terug. We gaan de footer aanmaken. Even kijken. Zo. En weer met die hashtag, hè, gekruld hekje openen, dus die accu laden. En dan weer sluiten. 7. Ga ik weer terug naar mijn broncode. Ga ik hier tussenin staan. Spatie, ID, footer. Oké. Nou, die footer, zoals ik al zei, hè, die... een div is dus standaard 100%. Dus als ik hier nou even een background color inzet. Dus background color. Een blauw kleurtje. Je ziet ook dat ik daar niet echt heel veel tijd in steek in wat voor kleurtje het precies is. Dit zijn gewoon tijdelijke kleurtjes. En ik zet hier ook tussen een tekst. Dit is de footer. Maar ik save dit, refresh, dan zie je dus ook dat die footer daaronder staat. Nu laat ik hem even hier zien, en dan zie je ook meteen dat standaard dus 100% breed is. Kijk, die footer, die hebben we dus in de stylesheet geen breedte gegeven, zoals de container. Dus die container die heeft wel een breedte en het midden uitgelijnd. Die footer heeft dat dus niet. En daarom is het ook zo dat die
over de hele breedte staat. Nou, je kunt al meteen zien wat, waarom ik dat heb gedaan. Ik heb hier een soort balk die over de volledige lengte loopt. Nou, die heb ik hierboven ook. Maar daar kom ik straks nog op terug. Het gaat nu eventjes over dat onderste stuk. In die footer maak ik een nieuw element aan. En die heet ook daadwerkelijk footer gewoon. En even kijken. Ik heb me dus een klein beetje vergist. Dan kunnen we meteen ook wel. Ik zal hem eerst even afsluiten. Ik had gedacht dat ik die container eigenlijk maar één keer zou gebruiken. Maar dat klopt niet helemaal, want ik heb nu voor dit vlak eigenlijk een div aangemaakt met een ID. Maar de inhoud die moet nog steeds tussen haakjes in het midden staan. Dat is eigenlijk dezelfde eigenschap die ik hier ook op heb gezet. Dus eigenlijk moet ik van die container een class maken. Dus ik ga even terug naar mijn stylesheet. En dan kun je ook meteen zien hoe je dus een class maakt. Dan denk je van, oh, dat is heel moeilijk. Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Je maakt in plaats van een hashtag, dus een hekje, zet je gewoon een punt neer. Nou, nu is het dus een class. Dan vraag je af van, waarom, wat is het nou belangrijk als het nou een ID is of een class? Of zijn die nou heel erg verschillend? Nou, ze reageren precies hetzelfde. Het enige verschil is eigenlijk dat als je een class gebruikt, is dat je het gebruikt voor iets wat vaker terugkomt. Dus bijvoorbeeld, als je normale zwarte tekst hebt en je hebt op verschillende plekjes even een highlight in het groen, dan maak je dus een class aan die aangeeft van oké, kleur tekst groen. Dat kun je dus vaker gebruiken. Daar ga je niet een ID voor maken, groen 1, groen 2, groen 3, als het precies hetzelfde is. Dus dat is eigenlijk de regel. Als je iets hebt wat vaker terugkomt, dan gebruik je een class. Is iets uniek, dan is het dus een ID. Dus die footer, dit onderste gedeelte, dit hele vlakje zo, dat is uniek. Dat gaat er niet nog een keer in komen ergens. Dus daar kan ik een ID van maken. Echter, deze, die container, die ga ik hier nog een keer op toepassen. Dus op die footer zeg ik van oké, class. En je ziet ook al dat hij dat meteen aanvult. Als je op enter duwt, dan dat hij daar dus een is-teken en een dubbele quote. En hij herkent ook weer meteen van er is maar één class in deze stylesheet. En dat is container. Prima, container. Deze even in laten tappen, hè, zo om dat duidelijk aan te geven waar dat dit hier tussen staat. En ik kijk vervolgens in mijn browser. Nu zie je meteen wat er is gebeurd. Nu dit andere element, die footer element, die container class heeft gekregen, heeft hij zich exact hetzelfde gaat hij zichzelf gedragen. Dus hij wordt ook groen, hij gaat ook in het midden staan, hij wordt ook 950 pixels breed. Nou, perfect. Dus dat is dus het handige van classes, je hoeft dan maar één keer die code te typen en je kunt het dan op meerdere dingen toepassen. Nou, nu hebben we dus een header. Daar staat nog niks in. En we hebben dus een footer. En hier tussen moet eigenlijk nog wat spullen komen te staan. En die zet ik eigenlijk hier onder deze header. Daar komt dus nog eigenlijk wat spullen te staan. Dat zijn dus deze en die en deze blok en dit blok enzovoort enzovoort. Dus die moeten daar nog tussen komen te staan. Maar om niet te hard van stapel te lopen, wil ik gewoon eigenlijk het stapje voor stapje doen. Eerst nog even die header verder afmaken. En die header die heeft dus een logo en een navigatie. Nou, voor een logo hebben ze nog geen standaard element voor verzonnen. Dus daar moeten we dus weer een divje voor gebruiken.
En dat divje is eigenlijk gewoon, als het geen duidelijk iets is, dan gebruik je eigenlijk een div als vlak. Nou, ik maak weer een div aan, speciaal voor dat logo. Ik ga in mijn stylesheet ook gewoon dat aanmaken. En dat is er maar één logo. En ik noem dit, even kijken, ja, logo denk ik, hè. Hashtag logo. En dan gekruld haakje openen, gekruld haakje sluiten. En even kijken. Ja, ik ga die header ga ik toch een ID geven. Waarom is dat zo? Die headers die komen nog op verschillende plekken terug. Nu is het zo dat dit hierboven de header is van deze hele pagina. Nu is het echter zo dat als je een blok hebt waar dus tekst in staat, dan heb je dus ook een header in staan. Dus dat element kun je hier ook gebruiken. Dit is dus eigenlijk een artikel met een header en wat tekst. Hier hetzelfde verhaal, ook een header, hè, some header en wat tekst. Dus dat element komt nog op verschillende plekken terug. Zoals ik al zei, als ik dat dan overal gewoon als header aanspreek, dan gaat hij dat over alles, net als zo'n class, doorvoeren. Om dat te voorkomen, moet ik natuurlijk een unieke ID eraan geven. Nou, header maakt dus bijvoorbeeld, oké, dit moet dan ID. En hij staat hier nog niet tussen, maar ik ga hem gewoon typen. Hoofd, header. En nu is het dus zo dat je zo ook het kunt typen. Enige nadeel is dat je dus geen typfouten mag maken in je stylesheet. Wat ik vaak doe is gewoon dit ding selecteren, dubbelklikken, kopiëren. En ik maak er dus een nieuwe aan. En die zet ik dus boven mijn logo neer. Hashtag hoofdheader. En even kijken. Dat heb ik dan ook aangemaakt. En nou ja, misschien dat ik het logo toch erboven zet. Zo. Het maakt in principe eigenlijk niet zoveel uit in die stylesheet waar je iets neerzet. Dan mag je echt helemaal die volgorde van body, container, logo, hoofdheader, footer. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hij leest toch eerst de hele stylesheet door voordat hij hem toepast. Dus daar hoef je niet op te letten. Hier in de broncode is dat wel belangrijk. Want dat is dus wel vast. Nu is het zo dat je dus ook comment kunt neerzetten, dus commentaar, om duidelijk te maken van oké, wat is wat. Nou, wat ik vaak doe is bijvoorbeeld het bovenste stuk. En dat kun je dus gewoon doen door middel van een slash, een sterretje. En je ziet al meteen alles grijs worden. Je typt iets. Dus dit zijn de standaard elementen. Die standaard elementen zoals bijvoorbeeld die container. Je sluit het ook weer af met een sterretje en een slash en ziet meteen ook de rest weer, ja, weer normale kleur krijgen. Dat houdt dus ook in dat je hem dus daar daarmee afsluit. Dus dat het dan, als dat allemaal nog grijs blijft, dan heb je het niet goed afgesloten. Dit zijn dan meer de algemene instellingen. Dat is misschien een betere algemene instellingen. En hier begint het eigenlijk al bij dat gedeelte met het bovenste gedeelte, zullen we maar zeggen, die header. Dus wat ik dan doe is eigenlijk hierboven zetten met de tekst. Bovenste gedeelte, logo, en navigatie. Nou, eigenlijk die tekst, je ziet het ook, het is allemaal in het Nederlands, dus dat geeft het ook al een beetje weg dat dat
geen echte programmeertaal kan zijn, omdat het voertaal Engels is in, in die programmeertaal. Het is gewoon commentaar, hè? Dus die browser die doet daar verder niks mee en je zoekmachine is ook niet, maar het is eigenlijk meer voor jezelf dat je weet van oké, dit hoort hierbij, dit hoort daarbij. Dat is met die footer dus ook. Dit is de onderkant. Footer. Gedeelte. Maak het niet drie A4'tjes vol met tekst. Houd gewoon kort en bondig. Even kijken, dat is die footer. En zou ik hier alvast een tekstje schrijven van oké. Content gedeelte. Zo, daar staat nu nog niks, maar daar komt dus nog wel wat te staan. Oké, we hebben dus onze logo aangemaakt en we hebben onze hoofdnavigatie aangemaakt, of hoofdheader. En nu is het dus ook in dat hoofdding, dus logo en navigatie, dat we dus ook de navigatie aan gaan maken. Dus eerst gaan we dit opslaan. Op dit divje gaan we dus die ID zetten voor dat logo. En naast het logo komt dus navigatie. Nu is het voor HTML5 zo dat ze dus ook daarvoor een element voor hebben verzonnen. Nav heet het. Dat is gewoon een afkorting van navigatie. Zo. En daarin moet dus ook de navigatie in komen te staan. Gebruik dit element dus niet voor andere dingen. Het hele idee van deze element is dus dat die browser ook weet van oké, ik hoef daar niet echt, als ik linkjes moet zoeken, moet ik daar zijn. Maar als ik dus gewoon inhoudtekst wil lezen van deze pagina, moet ik daar niet wezen. Dat is eigenlijk het hele idee daaraan. Dat hij dus eigenlijk makkelijker door je site heen kunt graven, zullen we zeggen. Oké, dus we hebben een navigatie element aangemaakt. Ja, dan moeten we dus eigenlijk in het logo moeten we eigenlijk wat neer gaan zetten. En dat is eigenlijk een plaatje. Ik ben eigenlijk van plan om eerst eigenlijk die maten door te nemen van waar dat logo in zit. Dat is eigenlijk de breedte van het ding. Even kijken. Ik moet het iets ruimer pakken, want ja, het is soms een beetje lastig te zien, omdat als je inzoomt, kun je het ook een beetje zien waar het probleem zit. Je kunt niet strak langs het logo afgaan, want ik heb dus een drop shadow gemaakt, die ook een beetje aan de beide kanten uitloopt. Nu is het zo dat ik die plaatjes al heb geëxporteerd. Ik zal ze ook even laten zien hier. Even kijken, waar staan ze hier? Kijk, logo. Kijk, waar staat die hier? Even zoeken waar die staat. Maar volgens mij heet die gewoon Jackie. Dat logo, dat zou ik er even inzetten. En hoe zet je dat erin? Nou, je gaat hier dus weer tussen staan waar je normaal tekst staat, zet. En dan kun je hem eigenlijk vanaf hier, kun je hem er volgens mij inslepen. Nou, image tag accessibility attribute, zegt hij hier. Nou, dat is een hele mond vol, maar wat dat eigenlijk wil zeggen is dat je dus een beschrijving moet hebben van het plaatje. Waarom wil hij dat? Nou, je hebt dus twee redenen waarom dat is. De zoekmachine die herkent gewoon eigenlijk geen plaatjes. Het is hetzelfde als blinden. Blinden die gaan ook naar internet. Dat zou je haast niet verwachten, maar dat is dus zo. Die hebben dus de mogelijkheid om bijvoorbeeld plaatjes. Die kunnen ze niet zien, maar ze hebben de software die dus eigenlijk leest de alternatieve tekst. Dus als er iemand door zo'n website heen gaat, dan komt hij op een gegeven moment misschien een plaatje van een boom tegen. En dan krijgt hij dus eigenlijk gewoon te horen van, hier staat een plaatje van een boom.
Nu vraag je af, is dit nou echt belangrijk voor mij? Is mijn doelgroep blinde mensen? Nee. Maar ja, die zoekmachine die heeft dus datzelfde probleem. Die ziet dus niet als jij een plaatje van een boom erin zet, dat dat dus een boom is. Dat kan ook voor hem net zo goed een blauwe skippiebal zijn. Dat weet hij dus niet. Dat kan hij dus niet aan die plaatjes zien. Daarvoor is die alternatieve tekst. Wil je dus goed gevonden worden, zet er dan ook een goede beschrijving van het plaatje. Nou, in dit geval is dit Jackie logo. En ik druk op OK. En dan zie je meteen een hele hoop code erbij komen te staan. Even kijken. En dat komt omdat ik de verkeerde heb gepakt.